Ze zijn waarschijnlijk de bekendste familie van Nijmegen, de middeleeuwse gebroeders van Limburg. In een vroege huis aan de Burgstraat, dat nu een museum is rondom het drietal, wordt zondag een nieuwe tentoonstelling geopend met bijzondere reproducties. Vanaf oktober hebben wij de expositie In Eindeloze Reproductie. En dat gaat over dat wij die gebroeders van Limburg, het werk van die gebroeders van Limburg, eigenlijk bijna niet meer in het echt kunnen zien, maar bijna alleen maar dankzij reproducties. En het is, als je erop gaat letten, oneindig veel gereproduceerd. De gebroeders van Limburg zijn te beschouwen als de eerste schilders die wij in Nederland van naam en werk kennen. Het is pas zo'n 150 jaar geleden dat hun werk voor het eerst weer opdook in allerlei privébibliotheken van hele rijke adellijke families in Frankrijk. Toen is het in een paar musea beland en het is nog steeds heel moeilijk om het echte werk te zien te krijgen, want het zit opgesloten in een paar verborgen boeken. Het museum bevindt zich in de woning waar de familie van Limburg heeft gewoond en het vak geleerd heeft. Ook bleek daar een kelder bij te horen, waar ze rond het jaar 1400 hun atelier hadden. Hier ben je in de middeleeuwen, hier ben je 650 jaar terug in de tijd. En het idee dat die gebroeders hier samen met hun leermeester en oom Johan Maal hebben rondgelopen, is natuurlijk toch een fascinerend idee. Ja, het moest niet veel gekker worden. Dus vanaf dat moment dacht ik, we moeten hier eens een museumpje beginnen. Volgens Peter van der Heijden blijft het voor iedereen interessant. Wij proberen dat verhaal van die gebroeders van Limburg steeds opnieuw te vertellen. Dus wij proberen ook met nieuwe exposities steeds nieuwe invalshoeken te belichten. Dus ik denk dat voor iedereen die hier al eens een keer geweest is, toch altijd weer de moeite waard is om ook nog eens terug te komen.